Goedemorgen. Goedemorgen. Wij komen even een bezoekje brengen aan jullie cultureel centrum. En ik vroeg mij af of er zo op een maandagmorgen iets te doen is in het cultureel centrum. Absoluut. Onze theatergroep opening Doors is aan het repeteren in lokaal 1. Lokaal 1. Hier, naar links. En mogen wij er even gaan kijken? U mag er even gaan kijken. Echt waar? Geen probleem. Ja. Fantastisch. Tot ziens. Bedankt. Oké, okay, merci. Dag. Dat hebben we met alle 40 even gedaan. Aantrekken, aanstoten, door elkaar. Ja, go. Door elkaar, energie. Stefan, ik heb je gezien, jij werkt hier met fantastische acteurs. Ik denk dat Steven Spielberg jaloers is op u om met zo'n mensen te mogen samenwerken. Zeker. Hoe zijn we op dat idee gekomen? Het initiatief is al jaren geleden genomen door het cultureel centrum zelf, door het cultureel centrum Leopoldsburg. Uh-huh. En nu 2 jaar geleden hebben ze mij erbij gevraagd, omdat ik dat werk met deze mensen heel graag en heel veel doe. En je hebt gelijk, is inderdaad Steven Spielberg, die zou jaloers zijn, want dit zijn echte mensen. Hè. En wie zou liever nu thuis in zijn bed liggen? Nee. Voilà. Dan vind ik dat we nog eens een extra applaus mogen geven voor jezelf, maar ook voor Stefan. We gaan de oude pastorij bezoeken, want ook daar worden dingen georganiseerd door het cultureel centrum. We gaan eens kijken. Kom maar even bij zitten. Ja. U bent de lesgever? Ja, inderdaad. Hè. Om eerlijk te zijn, ik had hier een klas vol toekomstige Reggies verwacht. Ja, iets jonger. Iets jonger had ik eigenlijk verwacht. Absoluut, ja. Nu, hoe komt het dat mensen op, laten we zeggen, 40-jarigen en ouder, dat die nog met keyboard beginnen? Nu, vergissen niet. Niet minder enthousiast als de jongeren, ze. Uh-huh. Echt waar niet. Ja. Ik zou het zelfs durven omdraaien soms. En dit is meer... Het is meer relaxed. Het is niet dat je academie volgt en dat je die ganse noodleiding erbij krijgt. Je krijgt die ook, maar veel minder. In dit lokaal worden de lessen tekenen en grafiek gegeven. En de kans bestaat dat ze vandaag met een naaktmodel werken. Nee. Echt waar. Ja, het is wat. Ja. Het is al gekleed. Hi. Ik zie daar iemand die al 5 jaar ervaring heeft. Kunnen die mensen nog iets bijbrengen? Minder en minder natuurlijk. De bedoeling is dat ze op termijn zelfstandig beginnen worden. En zelfstandig hun technieken en gaan uitbreiden en op zoek gaan naar een eigen manier om zaken weer te geven. Hè. Dus je kunt ze veel bijbrengen in het begin, maar dat neemt af natuurlijk. Maar de meesten komen ook wel een stukje voor de sfeer. Hè. Ja. Elke man droomt ervan om ooit een naaktmodel te tekenen. Gebeurt dat hier ook? Soms wel, ja. Ja. En heb je daar geen problemen mee? Nee. Zou ik een goed model kunnen zijn dan? Ik denk dat wel. Ja? Ja. Een iets dikker potlood dan? Ja. Ik ga nu dus poseren. Ik ben van eenvoudige komiek gebombardeerd tot volwaardig model.